snoekvissen op Dota's. Door mensen van J.J. Rotters Carpet Team. Ik ga vandaag snoekvissen op Dota's. En ja, dan ga ik jullie filmen, laten zien hoe het in deze moet. Ik begin er ook pas net mee. Ja, ik laat het weer zien. Nou, wat je ten eerste nodig hebt is, ja, ik heb hier wel een bak vol met spullen. Extra dobbeltje, ik ga deze toch nooit gebruiken, waarschijnlijk. Onderlijnen, extra haken. En ja, rolmaat, als je de vis wil opmeten. Bekkenklem voor beginners. Oh, die zit vast. Lange tang, waar nog iets aan zit, wat niet van mij is. Lange tang. En een geboogde, met een boog. Ik heb hier toevallig iets aan zitten waar ik bij de haken af kan knippen. Ik had geen zin om een nieuwe tang te kopen. Dus dan doe ik het hiermee. Heel simpel waar ik mee vis. Is een carper mode. Zet je op de B-trainer zo. Zo. Gewoon een snoekhengel vis ik mee. Ik heb al carperhengels pas gekocht. Maar ik vis nu gewoon met een snoekhengel. Hier zo ja, een dreg. Je kan wel met één haak vissen, maar dat heb ik vorig jaar gedaan. Ik zat er een snoek aan, misgeslagen. Dus ik zou eerder voor dreggen kiezen. Waarmee, met wat voor lood ik vis is, met deze. Ik weet niet hoe zwaar die is. Met een, met een dobber van 15 gram. Ik heb dit niet zelf gekocht, van een vriend gekregen. Nog bedankt daarvoor als je het niet kijkt. Ik heb ook een schepnet mee voor de zekerheid. En ja, hoop dat we ze gaan vangen. Mijn zusje zit ook te vissen. En ja, ze had net wel een baarsje, maar toen was ik nog bezig met uitloten, dus. Dat heeft dan ook geen zin. Ik hoop dat ze een voordeeltje of een baarsje vangt. Maakt niet uit wat het is. Als ze maar een goed visje vangt. En ja. Hopen dat we ze vangen dit keer. Ik ben nu op vakantie. Ik ben een heel mooi watertje. En deze vangen ze een beetje. Oh. Waar zit je dobber? Wat? Oh, ik zie je dobber. Hij zit daar. En mijn vader die is zijn auto aan het schoonmaken. Je zou hem nog wel vader vaker zien in de Iederslag van nachtvissen. Hopelijk is het langer. Ik zie jullie als mijn zusje. Ja, deze. Goed zo, je zit vast. Oh nee. Tak. Takvis. Papa, ik heb iets gevangen. Ik haal hem even af. Ja, weet ik. Ja, dat lukt mij niet met de camera. Camera, oké, het is een mooi pin. Een echt lekker pin. Lekker. Wauw. Dat is nog goed. Ja, we moeten ze nu wel vangen. Althans, ik hoop het. Ik loop nu niks te doen. Mijn tuigen zijn allemaal kapot, dus ik kan ook moeilijk snoekvissen. Of witvis. Dat was het eigenlijk. En like, abonneer en reageer hieronder. Wie weet doen wij een reactievideo bijvoorbeeld.
En ja, we zien wel. Dus ja, ik check jullie als mijn zusje een visje hebt gevangen. Doei! Hehe, ik lig eindelijk in na, zou het zijn, een half uurtje. En ja, daar ligt mijn dobbers. En hopen dat we hem vangen, de snoek. En ja, net zelf gevangen. Ik had mijn vaders hengel gebruikt. En mijn dobber ging half onder, dus ik wacht. En hij ging helemaal onder. En ja, het is maar een klein visje, zoiets. Maar ja, het is toch vis. En als we een grotere vangen, maak ik die dood. En dan, groter hoeft niet. Ik weet niet eens of ik nog een andere ga gebruiken. Maar ja. En ja, nu nog vis. Hé, hey, daar zag ik een visje azen. Maar ik let meer op mijn dobber. Die daar zo ligt. Dit is het tweede filmpje. Ja. Hopen dat we ze vangen. Die ligt niet ver van de kant. Zo'n, het zou zijn 6 meter. Maar ja, boeiend. Mooi watertje. Hier ook. Of het is gewoon plant. Ik weet niet. Het loopt daar nog helemaal verder. Daar zoveel verder is een kanaal. En dan komt dit kleine riviertje gaat en zo. En dan komt die op dit kanaaltje uit. En ja, mooi visgebied. Hey Mambo, ben jij er ook weer bij? Hey. Nou, boeit er niks dat je gefilmd hebt. Moet je plassen. Niet, daar niet. Ja, ik hoop dat ik mijn eerste snoek hier ga vangen. Ja, ik check jullie later. Dit is bijna precies de plek waar ik snoek aan de haak kreeg. Helaas niet gevangen, was met een enkele haak. Ja, hopen dat je vis ongeveer een meter. Of die er nu ook zit, denk het niet hoor, het is een jaar geleden. Maar hopen dat we ze vangen. Ja, mama slaat niet aan. Ja, beest. Hij ging helemaal onder en nu slaat niet aan. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien, maar hij zit hier ergens in de buurt met dobber hier. Zo. Zo. Nu nog vis.